Ja, ik heb een taak. Nou, even, het is onmogelijk om deze nieuwsweek samen te vatten. Het begon met een prachtig interview van kunststofkoningin Jelly Brouwer. Een rode loper voor een laatste groet. Een prachtig mens. Zo vroeg uit het leven gerukt. Dat voelt absurd. Dat klopt niet. Of laat Joost Prins het maar even zeggen. Dank, lieve Jelly. Veel dank. Niemand verwoordt dat beter dan haar man, Philip Kronenberg, in de song Holding On. It's poetry and love. Holding On. Ja, het bleek een week van afscheid. Lente nam afscheid met een grote donderbui. 20 koeien doodgebliksemd, 750 migranten naar de bodem van de zee. Net als een handje miljonairs. Want was dit nou het laatste geluid dat ze probeerden te maken of niet? Er was nog hoop, maar met de regen spoelden alle aanwezigen twijfelden op overlevenden weg. De Titan is geïmplodeerd en er zijn helaas geen overlevenden. Er zijn mensen die overal op reageren met spreekwoorden en gezegden. Zo hoorde ik deze week, je kan niet altijd 6 gooien. Ik vond het altijd irritant, want dat is het hele idee. Je kan potentieel wel altijd 6 gooien. Het leven zit vol kansen. Grijp ze. He, nodig Sanne Wallis de Vries uit. Je kunt dus blijkbaar ook een Rubik's Cube in 3,13 seconden oplossen. 3,13 seconden. Je kunt waanzinnige dingen in het leven. Je kunt op zwemsafari gaan in Limburg. Je kan Sanne de Bisonnier uitnodigen voor Op1. Je kan een piepklein liftschachtje nemen naar de bodem van de oceaan. Het is al gedaan. En deze keer ging het mis. Maar natuurlijk is er altijd een kans dat het misgaat. Zo zullen Adema en Sjaak van der Tak ook hebben gedacht, natuurlijk is er kans dat het misgaat. Maar we kunnen het wel proberen. Het wordt pas een wereld als het niet meer mis kan gaan. Sommige mensen wensen dat. Een egalitaire wereld met gelijke kansen. Maar ik denk altijd aan een bokswedstrijd. Want hoe goed je ook bent, je kunt altijd een rechtse hoek verwachten. Zo bleek PVV'er Kops iets te veel links te zijn in het afgelopen debat van de woonwet van de jongen. Het was het vredestaartje van de zomer. De midzomernacht waarin de PVV'er 180 graden draaide. Hij moest van de circusdirecteur Wilders, want het ging over de woonwet. Dit hoorde je hem zeggen. En dat zijn niet die rijke patsers van de VVD die een woning van 8 ton kunnen betalen. Of van 1 miljoen. Die niet, nee. Daar hebben we het niet over. We hebben het over de doodnormale, hardwerkende Nederlanders. Nou, hij heeft zich niks tegen in te brengen. Maar waarom heeft Wilders hem toch teruggefloten? Opeens is de woonwet aan diggelen. Er wordt veel gespeculeerd over wat Wilders gezegd zou hebben tegen Kops. Hoe die hem de mond gesnoerd zou hebben. Maar Geert, dit is toch niet goed? Dit is toch goed voor onze achterban? Het onzin, dat klopt niet. Laat Rutte barsten, zal Wilders geroepen hebben. Of zoals Sanne zelf zou zeggen, je moeder. Achter de schermen schijnt Wilders een leuke vent te zijn. Heel joviaal. Haast bevriend met partijen met een andere mening. Het leukste fragment van deze week kwam dan inderdaad van de talkshowkoningin waar we het al over hadden. Eva Jinek, die de altijd charmante reus Rico Verhoeven vroeg of die ruzie heeft met Badr Hari. En dat bleek niet te kloppen. Dit is iets wat mij echt al heel lang bezighoudt. Vind je hem nou echt een eikel of niet? We zijn best oké. Vind ik helemaal niet. Ik wil dat jij hem tot moes slaat en hij jou. En dat je niet zo samen Netflix zit te kijken op zaterdag. Nee, precies. Houd professioneel. Er is geen persoonlijke veet. Je kunt de woede sublimeren in een gevecht. Niet iedereen kan dat. Niet iedereen is Rico Verhoeven. Deze week daagde Elon Musk Mark Zuckerberg uit voor een kooigevecht. Een handgemeen tussen twee hedendaagse titanen. Ik ben benieuwd wie David zal blijken en wie Goliath. Of Musk Zuckerberg daadwerkelijk zal kloppen, dat zullen we volgende week weten. Zo gaan we een hete zomer tegemoet. Nog even naar een andere bekende MMA-fighter. Dat ik met mezelf aan de slag ben en dat ik dat niet nog een keer ga laten gebeuren. Dank. Ja, je hoorde Dennis Wiersma, inmiddels oud-minister van Onderwijs, voor een groep VVD'ers beweren dat hij niet meer dezelfde fout zal maken. Nou, voor een groep VVD'ers beweren dat je niet meer dezelfde fout zal maken, daar klopt iets niet aan. Dat is een beetje hetzelfde als LTO beweren dat je met de overheid in gesprek wil over de toekomst van de landbouw. Totaal ongeloofwaardig. Als je wacht op het moment dat het fout gaat. Als we puur op de taal inzoomen, dan kun je het eigenlijk al fout zien gaan. Hij zegt dat hij het niet laat gebeuren. Alsof het hem gebeurt, overkomt. Nee, lieverd, ik ben niet vreemd gegaan. Ik heb het laten gebeuren. Ze ging gewoon op me zitten. Sowieso een mooi woordenpaar, hè? Laten en gebeuren. Als je iets laat, dan gebeurt het namelijk meestal niet. De vraag is waar je kunt ingrijpen in het leven en in de taal, of dat de taal jou grijpt. Zo vond ik het prachtig detail dat de bewuste laatste aanvaring van minister Wiersma de naam van het theater Spant in Bussum had. Nou, werd vroeger alle spelshows opgenomen. Als je zo vaak over de schreef bent gegaan en zo door stof moest, dan weet je dat het erom spant. Het lijkt me ook spannend als je de hele dag mensen tegenover je weet die jou kunnen naaien. Want je hebt er maar één nodig die zegt dat hij is uitgevallen en het is een soort stare down
met minister Wiersma. Je hoeft maar één keer uitgescholden te worden en klaar. Het spel is over. Het zou vroeg of laat toch gebeuren. Gelukkig is de Friese hork uit zijn hel van 23 bevrijd. De hele tijd op je tenen moeten lopen. De gedrevenheid van Dennis Wiersma bleek een aanvliegroute te ver. Geïmplodeerd als een duikbootje op verre diepte. Meest vreemde bleef natuurlijk dat klopsignaal. Want dat er iets niet klopt, dat was zeker, maar wat? En als de Titan inderdaad geïmplodeerd is, waar komt het kloppen dan vandaan? Ik denk dat het iemand is die iets afprobeert te kloppen. Je kent het van vechtsporten. Hè? Als iemand in gevaar is of gewond, dan klopt hij af op de grond om aan te geven dat het niet meer leuk is. Volgens mij is het de oceaan die op de grond tikt en ons van zich af probeert te kloppen. Ik vind het niet meer leuk. Kunnen we ermee stoppen? Jongens, stop met al die bootjes. Zouden we wat vaker naar de oceaan luisteren en naar elkaar, dan klopte er misschien nog veel meer. Dankjewel, Kiki. Oh.